Yo guys, Geoffrey hier. Welkom op de allereerste weekly recap. In wat volgt zijn eigenlijk de meest interessante wedstrijden van mijn afgelopen weekend league. En ik ga hierin proberen goed uitleg te geven wat ik exact doe, zodat je er ook zelf wat aan hebt als je zelf thuis je weekend league speelt. Om mee af te trappen hebben we een perfect weekend gehad. We gingen namelijk 30-0. En het team waarmee ik dit heb gedaan is het volgende. Zoals je kan zien, een heel sterk team. En dan beginnen we altijd zo in de wedstrijd. 4-2-3-1. Cruyff in de spits. Mbappé en Ronaldo op de flanken. Del Piero op de camppositie. En dan Ndombele, Vieira, die staan nu CDM. Op de plek van Ndombele heeft Meunier in het weekend gestaan. Nu in de verdediging Sandro, Luis, Van Dijk, Lala en dan De Gea op goal. Nu, ik gebruik natuurlijk verschillende tactieken doorheen mijn wedstrijden. En ja, ik wil daar niet te veel tijd aan besteden. Dus al mijn tactieken die zet ik hieronder in de video. Dus als je dat wilt terugvinden, elke tactiek die staat daar gewoon. Dus laten we nu gaan naar de wedstrijden. Goed, dan gaan we kijken naar de eerste match. Heel sterk team. Prime moment Sokratis en Dessaï en Prime Ronaldinho. Team of the Year Mbappé. Eigenlijk niet echt een zwakke plek heeft hij in zijn team. Maar goed, we beginnen in ieder geval heel sterk aan de wedstrijd. Hier met Mbappé en dribbel. En uiteindelijk komt dan Ronaldo vrij. Hier voor het schot. We proberen in die verre hoek te knallen natuurlijk. En je gaat ook zien dat dit moment is belangrijk voor later in de wedstrijd. Ik zal wel even aangeven wanneer. Maar hier pakt Neuer die bal in ieder geval. En dan gaan we gewoon verder op zoek naar die goal. Hè. We creëren heel veel kansen. Hier krijgen we zelfs een doelpunt. Maar ja, helaas afgekeurd buitenspel. Maar we laten ons niet van de wijs brengen. We blijven gewoon lekker door aanvallen. Maar het balletje wil er vooralsnog niet in. Zoals je hier kan zien. Hier dribbelt met Ronaldo. Cruyff, Neuer die hem opnieuw pakt. Neuer was een sta in de weg. Hier op het moment dat we goed aan het verdedigen zijn. Mbappé komt hier aan de bal. En wat we doen met Lala is... We gaan achter Mbappé verdedigen. Wat een beetje onlogisch lijkt. Maar ja, we forceren hem naar deze kant toe. En daar heeft hij ook niet echt afspeelmogelijkheden. Dus ja, je ziet ook dat mijn tegenstander daardoor in de war raakt. En we kunnen op die manier die bal afpakken. Dus op het moment dat we goed verdedigen. En zo kunnen we weer op zoek naar die goal. Hè. Hier komt opnieuw een moment dat we gaan schieten met Ronaldo. Weer Ronaldo vrij op die plek. En we proberen opnieuw eigenlijk in die verre hoek te knallen. Dit keer wordt hij helaas geblokt. En Cruyff scoort dan wel, maar is helaas buitenspel. Hier opnieuw een moment dat we goed verdedigen. Eigenlijk heeft hij best veel mogelijkheden om iets te doen hier. Gaat hier met Neymar lopen. En wat we doen met Virgil van Dijk, moet je maar eens opletten, is... We doen alsof we naar Neymar lopen, heel kort. En dan op het laatste moment gaan we toch terug om die Sokratis hier af te dekken. En ja, je ziet dat mijn tegenstander daardoor gaat twijfelen. Dus hier, moment van Dijk. En dan gaan we toch weer terug naar Sokratis. We blijven Sokratis dekken. En ja, dan loopt hij zich stuk. En dat hebben we dan toch op die manier goed opgelost in de verdediging. En dan gaan we toch weer op zoek naar die goal. Hè. We creëren echt veel kansen, maar hij wil er vooralsnog niet in. Hier Ronaldo groen getimed naast. Maar vlak voor rust, een mooi moment om te scoren. En dan gaat hij hier vallen. We komen hier opnieuw op die positie met Ronaldo. En ja, dit is de reden waarom dat ik in het begin van de wedstrijd dat moment even op stop had gezet. Omdat we hebben al twee keer eerder proberen om meteen in de verre hoek te knallen met Ronaldo. Maar in dit geval gaan we dus een scoop turn doen direct richting de goal. We hopen eigenlijk dat hij hier probeert het schot af te dekken. En dat gaat ook gebeuren. Dus kijk, hij komt inlopen met zijn speler Guendouzi hier. En we doen de scoop. Hij trapt er eigenlijk in. Hij denkt dat we weer gaan schieten. Nu doen we dat niet. En ja, we kiezen voor de korte hoek. En komen op die manier dan op voorsprong. En goed, tweede helft. We gaan gewoon door. En we gaan gewoon op zoek naar nog meer doelpunten. En ja, het wil nog niet echt lukken, zoals je hier kan zien. Uiteindelijk hier Ronaldo vrij. Goed gewacht, niet direct geschoten, want hij liet zijn keeper uitkomen. En zo kunnen we om de keeper heen We komen op 2-0 voor. Dan is hij mentaal toch gebroken. We steken hier Del Piero door. Meteen de 3-0 die erachteraan valt. Ja, zo zie je dat FIFA toch een mentaal spel is. Want in één keer vallen die goals heel makkelijk. Hier actie van Vieira. En dan geven we voor. En die bal wordt 2 keer geblokt. En dan de 3e keer valt hij wel binnen. Dan staan we 4-0 voor. Aan het einde van de wedstrijd ja, verdedigen we een beetje laks. En kan die nog een eretreffer maken. Zo dus de einduitslag 4-1. Wel een terechte score zoals je kan zien aan de statistieken. Ja, en dan de volgende match die ik wil laten zien is... waar je vooral bij moet opletten... is die Ribéry kaart daar op linksbuiten. 93 rated Ribéry. En ja, ik had er ongelooflijk veel moeite mee om die kaart af te stoppen. En ja, we beginnen nog heel goed. Zoals je kan zien, Mbappé hier ja, had erin gemogen. Maar we vinden Onana op onze weg. Maar goed, het duurt niet lang voordat we voorkomen. Hier Ronaldo, dragback en dan korte hoek. Loeihard uitgehaald, 1-0 voor. En ja, vanaf hier begon eigenlijk de Ribéry show. We schuiven hier een beetje verkeerd uit met onze verdediger. En Ribéry die profiteert er meteen van. Komt zo op 1-1. En hier een moment dat we eigenlijk naar Vieira willen passen. Maar we passen verkeerd. En het is Ribéry. Ongelooflijk die dribbles van hem. We worden eigenlijk gedold. En op die manier komen we 2-1 achter. Maar goed, we raken niet in de war. En hier de tweede helft gaan we gewoon weer op zoek naar de gelijkmaker. Die wil hier nog net niet vallen. Cruyff die net niet kan binnenkoppen. Maar goed, uiteindelijk hier Meunier op rechts met de voorzet. En ja, kijk wie staat daar tweede paal. Altijd die Ronaldo daar. Die kopt ze toch vrij makkelijk binnen. En ze komen op 2-2. En dan gaan we ook op zoek naar de 3-2. En die gaat ook snel vallen. Hier Cruyff. Korte hoek, hard uitgehaald. En 3-2, zo hebben we de voorsprong. Maar ja, deze tegenstander wist niet van opgeven. En zoals je hier kan zien, de klassieke kick-off goal. We bewegen de keeper misschien iets te laat, maar 3-3. En we reageren ook weer meteen goed, want hier moment Del Piero. En ik had een aantal dragbacks gedaan in deze wedstrijd. En zoals je hier kan zien, mijn tegenstander denkt ook dat ik weer terug ga draaien naar deze ruimte. Maar ja, we proberen eens een finesse schot te doen. En kijk, ja, hier staat mijn tegenstander zijn verdediger. Maar uiteindelijk, wij kiezen voor het finesse schot in deze hoek. En die bal gaat goed binnen. Ze hebben onze tegenstander goed getricked. En ja, vanaf dat moment maken we ook heel snel de 5-3. Maar ja, deze tegenstander, hij gaf echt niet op. Hier opnieuw Ribéry. Die komt goed vrij en rond alles af. En zo wordt het nog 5-4. En echt waar, die Ribéry kaart hier met Vieira. We krijgen hem niet van de bal. Het is de laatste minuut van de wedstrijd. Kijk die Ribéry opnieuw Lala. We krijgen hem niet van de bal. En uiteindelijk we bewegen de keeper nog goed. Want anders wordt het nog 5-5. Maar ja, hele chaotische wedstrijd. Uiteindelijk toch goed weten te beëindigen. Goed, dan gaan we naar de 3e match. En ja, zoals je kan zien, een ongelooflijk duur team. Echt een dreamteam wat hij heeft. En dan weet je al van tevoren dat het meestal wel lastig gaat worden natuurlijk. Maar we beginnen in ieder geval goed. Hier Del Piero. Schot wordt helaas geblokt. En ja, je zult zien, we creëren heel veel kansen. Hier Cruyff groen getimed. Weergaloze redding van Courtois. En hier komt dan toch die voorsprong. Del Piero, groen getimed, korte hoek. En we komen 1-0 voor. En blijven op zoek naar meer doelpunten. Maar ja, met zo'n dure team is het echt heel moeilijk om er doorheen te komen af en toe. Hier steken we die bal door naar Cruyff. Hij laat zijn keeper perfect komen. Dus we zijn net te laat bij de bal. En dan ja, vlak na rust krijgt hij een van zijn weinige kansen eigenlijk. Neymar, maar we bewegen de keeper heel goed. En kunnen we de bal goed weghalen. Uiteindelijk hier de 60ste minuut. Dit is toch wel het mooiste doelpunt van het weekend. We komen hier aan de bal met Cruyff en we zien Van Dijk. En dan kiezen we ervoor om een El Sombrero te doen met Cruyff, een 5-star skill move. En ja, hij pakt perfect uit. Volley in de korte hoek. Heerlijk doelpunt. En zo 2-0. En vervolgens, ja, Cruyff had het op zijn heupen. Maar ja, deze El Tornado helaas geel getimed. Dus geen doelpunt. Hier een moment dat we goed verdedigen, want het was een uitbraak. Hij had toch veel mensen voorin. En hier komt hij met Neymar aan de bal. En op dit moment, we staan hier met 2 verdedigers. En het logischste zou zijn om meteen uit te stappen. Maar we laten Neymar aan de bal juist. We zorgen ervoor dat dit hier vooral vaststaat. En dat moet je af en toe doen. Je af en toe die tegenstander in de war brengen. Om dit soort situaties te winnen. En ja, dat doen we dan goed. Want kijk wat er gebeurt. Hij gaat eigenlijk falen in zijn actie. Hier een fake shot recht op mijn verdedigers af. En ja, zo verdedigen we dat goed. En dan hier de 75e minuut. Cruyff was echt supergoed die wedstrijd. En dan hier een flikje met Mbappé. En dan de voorzet. Tweede paal. Ronaldo is echt een formule voor succes. En ja, 90e minuut. We moeten ook de credits geven aan mijn tegenstanders. Want ja, ze blijven toch altijd op zoek naar het doelpunt. En ik ga dan iets te laks verdedigen. En dan wordt het nog 3-1. Eretreffer voor de tegenstander. En dan gaan we door naar de laatste match die ik wil laten zien. Dit was ook de meest spannende match. Dat was eigenlijk de match die ook ja, het meest close was. En waar mijn 30-0 echt verpest had kunnen worden. We beginnen wel goed. Hier sterke actie van Cruyff. Hoe die aan de bal blijft. En dan hier Mbappé. En dan maken we eigenlijk een foutje. Want ja, het is ook moeilijk om te zien soms. Maar Del Piero die staat eigenlijk helemaal geen buitenspel. Dus ik had makkelijk die bal hier kunnen geven. Ja, maar dat doe ik dan niet. Ik ga uiteindelijk kiezen voor Ronaldo. En dat is de verkeerde optie. Want kijk, hij zit ertussen met zijn Cancelo. Dat is toch iets wat ik nog moet inzien af en toe, zulke momenten. Maar goed, hier Mbappé. Ja, bal wordt eigenlijk geblokt door Ferdinand. Dat is ook een goede kans dit. En ja, we creëren nog wel een aantal goede kansen hier. Mbappé, we proberen het een keer met zijn linker. De bal gaat naast via Courtois, die het altijd goed doet tegen mij. En uiteindelijk dan, ja, het meest lelijke doelpunt van het weekend, denk ik. Ongelooflijk lelijke goal. En dan komen we op 1-0. Hier ga ik een moment laten zien. Kijk, ik zit hier eigenlijk een beetje, ik word onder druk gezet. En ik ben aan de bal met De Gea. En dit is de reden waarom het zo handig is om Ronaldo aan de flank te hebben. Omdat vanaf hier kan ik de bal ineens opengooien. En dan op Ronaldo. Die wint altijd dit soort kopduels. En dan kan ik meteen vanaf daar verder doorvoetballen. Nu, ik profiteer er niet van. Maar je ziet hoe gevaarlijk die counter is. En dat is ook gewoon puur omdat ik die lange bal kan geven op Ronaldo. En daar gaan we op zoek naar die 2-0. Maar die wil nog niet vallen. En hier met De Gea maken we een foutje. We trappen die bal niet goed weg. Vieira die neemt over. En ja, uiteindelijk gaan we goed wegkomen. Hij maakt zijn kans niet af. Maar ja, we gaan toch hier een fout maken. Alexandro wordt getackled door Gullit. En het loopt in de eerste instantie nog goed af. We blokken goed hier die paas af met Lala. Maar die bal komt dan terug. En uiteindelijk hier Neymar een first time finesse. En ja, tegenstander scoort 1-1. 70e minuut. En we lijken goed te reageren. Cruyff, maar groen getimed. En we vinden Courtois op onze weg. En dan gaan we hier zelfs een rot moment krijgen. Want kijk, hier past hij de bal naar Mbappé. En ik had een directe fake shot verwacht. Maar hij neemt de bal eerst aan en daarna doet hij een scoop. Dus ja, hij doet hem eigenlijk perfect om mijn David Luiz heen en is helemaal los. En hij straft het ook af in de korte hoek. En dan komen we in de 80e minuut op een 2-1 achterstand. Nu, hier zijn we geswitcht naar mijn plan B-formatie, 4-2-2-2. En ja, zoals je kan zien, we hebben weinig tijd. Nog 6 minuten op de klok. En mijn tegenstander die begint ook tijd te rekken. En ja, dit zijn de moeilijkste situaties voor een FIFA-speler natuurlijk. Want ja, zoals je kan zien, die bal, ik kan hem ook niet veroveren. En hij krijgt een corner. En ja, je weet dat er weinig tijd is. Maar wat het belangrijkste is in dit soort situaties, is vooral kalm blijven. Dus in vele spelers, wat ze zouden doen in deze situatie is nu direct hier naar voren willen gaan. Weinig tijd. Maar wat belangrijk is om in zulke situaties rustig te blijven. En ja, je hebt nog 4 minuten in-game. En het is gewoon belangrijk om vooral te zorgen dat je in ieder geval nog 1 goede kans creëert. Dus dat is wat ik hier ga doen. Ik paas de bal breed naar De Gea. En dan kiezen we voor een opbouw via de andere kant. En ja, nu is er dan toch de ruimte een beetje. En ja, zoals je hier kan zien, dan gaan we perfect uitspelen. En zo komen we net voor tijd op 2-2. En gaan we dus de extra tijd in. En in de extra tijd gaan we beginnen weer heel sterk. Hier Mbappé met een goede actie. Mbappé was heel goed in de verlenging. En dan Cruyff recht op Courtois af. En hier de enige rode schot van het hele weekend. Wel op een belangrijk moment. Ik had niet verwacht dat Cruyff zo ging schieten. Maar ja, het gebeurt ook af en toe. En hier gaan we de bal wel groen timen. Maar vinden we Courtois op onze weg. En hier een hele sterke actie van Mbappé. Mbappé on steroids. En uiteindelijk Cruyff. Ja, weer Courtois die we op onze weg vinden. Dit is een belangrijk moment. Er is nog één helft te gaan in de verlenging. En we brengen Salah in plaats van Del Piero. Nu, mijn tegenstander gaat nog een enorme kans krijgen. Hier Douglas Costa. Maar we laten de keeper goed uitkomen. En gelukkig kan Douglas Costa niet goed finishen. En dan hier het moment van Salah. We lopen door. En dragback. Terug naar Mbappé. En dan, ja, vlak voor het einde komen we toch op 3-2 voor. Nu, in de 120ste minuut krijgt mijn tegenstander nog een kans. Vardy maait over de bal heen. En ja, zo komen we toch een beetje goed weg. 3-2 winnen we uiteindelijk. Goed, dan eindigen we dit weekend dus met een perfecte score. 30-0 en 5e van de wereld. Dus dat is een hele mooie prestatie. En we gaan ook aankomend weekend proberen om weer zoiets neer te zetten. Nu, dit was het einde van de Weekend League recap. Vond je de video leuk? Vergeet dan zeker niet om even te subscriben. En ook te delen met je vrienden. En dan zal ik ervoor zorgen dat we zeker nog meer van dit soort content kunnen droppen. Bedankt voor het kijken en dan check ik jullie later.